Hallo en welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. Vandaag een bijzondere aflevering, want Diede is aanwezig bij de première. Veel luisterplezier. Ik sta hier in de foyer van het De La Mar Theater en de première gaat zo meteen beginnen. En ik sta hier met regisseur Benno Hoogveld. Benno, hoe voel je je? Nou, er wel klaar voor, denk ik. We staan een uurtje voor, maar dat zei je geloof ik net, een uurtje van aanvang. De Sas zit in de kleedkamer, die is relatief relaxed, dus dat is heel fijn. En nu, it's out of my hands, dus ik zit gewoon en ik wacht. Ja, meer kun je niet doen. Heb je nog een soort première ritueel, iets wat je doet elke keer van tevoren? Nou, ik probeer wel altijd even samen met in dit geval Saskia te zijn vlak voor aanvang. En nee, voor de rest is het gewoon op mijn vingers bijten en wachten tot het in dit geval 9:30 is. Ja, vind je het wel een beetje spannend nog? Altijd, altijd. Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen komen alle gasten binnen. Die zal ik ook even wat dingen gaan vragen. Maar jij ook veel succes, Benno. Dank je. Het loopt ondertussen al een beetje voller in de foyer. Ik sta hier met twee vrouwen. Hoe heet u? Gonnie. Gonnie. En Ingrid. En Ingrid. En Gonnie en Ingrid, hoe komen jullie hier zo terecht bij Doet Sneeuw Pijn? Ik had het gelezen over deze voorstelling. En de schrijfster van het boek volg ik een beetje. En het verhaal is voor ons een herkenning. En wij komen er wel achter dat we daar een soort troost ook uit putten. Dus ik denk dat in ieder geval voor mij is dat de reden om er naartoe te gaan. Ja, mooi. Ja, en het klinkt afgezaagd, maar het is precies hetzelfde. Ja, ja, dus we hopen herkenning en op een mooie avond. En een beetje troost dus ook. Dat is ook wat jullie verwachten ervan dan vanavond. Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, nou heel mooi. Ik wens jullie heel veel plezier en ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. Vertel, wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Ik ben Amber en wij hebben allemaal het boek gelezen volgens mij. Ja. Je zegt allemaal, want... Ja, er zitten twee nog op de wc. Ja. Oh, er zitten twee nog op de wc, ja. Met z'n vieren. Oh, gezellig. Ja. En jullie hebben allemaal het boek gelezen? Ja, volgens mij wel allemaal. En toen dachten we, wij willen naar het theater. En hoe kwam het dat jullie allemaal dit boek hadden gekozen om te lezen? Nou, ik had het boek gekregen via de Jan. Ik vond het een heel erg mooi boek, dus toen heb ik hem zo doorgegeven. En toen zagen we wat de voorstelling was en toen zei ik, hey, laat er heen gaan. Top. Bij deze. En gaan jullie vaak naar theater of voorstellingen van Solo Stories? Ik ga wel vaak naar theater, nog niet eerder van Solo Stories. Het vriendinnetje is wel eerder geweest naar over anorexia. Ik weet even niet meer zo goed hoe die voorstelling heet. En Man Wil Leven was dat? Klopt. Ja, dat klopt. Ja. En wat verwachten jullie als je een boek hebt gelezen? Is het soms gek als je dan opeens iemand het live ziet doen? Wat verwachten jullie van de voorstelling naar aanleiding van het boek? Nou, ondanks dat het boek best wel verdrietig was, moest ik ook best wel veel lachen. Dus ik denk dat dat een beetje het woord. Ja. Ja. Ja, gewoon ja, lachen en misschien ook wel huilen. Ja. Ik sta in het huis van mijn ouders en kijk door het raam naar buiten. Mijn ouders zijn buiten met onze zoon. 7 maanden is die. Later liggen we in het chalet op de bank. Ik in de holte van zijn buik. Zijn arm die trekt me steeds dieper zijn lijf in. Tot we 1 lepel zijn. We zijn gestopt met praten. Luisteren naar de stilte die niet ongemakkelijk is. En op dat moment weet ik het. Hij en ik. Oh, jij gaat zo met mij trouwen. Mag ik Guus aaien? Hey, hoi. Is de buurjongen. 7 jaar. Ja, tuurlijk mag dat. Die zal achter zijn oor krabbelen. Dat vindt hij lekker. Ja, het is een lievelingsplekje. Zacht is een vacht daar, hè? Huh? Kom je even naast me zitten.
Is de papa van Lucky nu een ster? Nou, ja, misschien wel. Maar ik denk ook dat hij nog wel een beetje bij ons is. Om op ons te letten. Is dat niet eng? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het wel mooi. Maar hoe is hij dan doodgegaan? Nou, hij kwam onder de sneeuw. Doet sneeuw pijn? Ik sta in de foyer. We komen net de voorstelling uit. En het, ja, ik vond het weer super mooi. Heel heftig. Ik zag veel mensen om me heen ook weer traantjes wegpinken. En Saskia deed ook heel erg mooi. Maar ik sta hier met de original razende reporter, Doak van Dijk. Ik ben heel benieuwd, hoe vond jij het, Doak? Ik vond het heel erg mooi. Toen het afgelopen was, toen was het ook een tijdje gewoon... Nou, voor mijn gevoel duurde het al 2 minuten, maar was er nog stil. Wat ik zo goed vind aan deze voorstelling is dat er zoveel humor eigenlijk zit. Het is natuurlijk een heel zwaar en heftig thema, maar daardoor voel je eigenlijk nog meer de tragiek van het hele verhaal. En ik heb natuurlijk, ik kende het boek en ik heb ook mensen geïnterviewd voor deze podcast. Maar ik vond dat eigenlijk zo goed dat eigenlijk, je probeert altijd toch die lichtheid op te zoeken. Iedereen die ik interview, die probeert die lichtheid in het leven weer op te zoeken. En dat zit heel erg ook mooi in deze voorstelling. En daardoor komt het denk ik nog zo harder aan. Die zwaarte die uiteindelijk... Ja, dus ik ben eigenlijk heel blij dat ze niet ervoor hebben gekozen om hele heftige emoties. Maar dat het juist... Dat je zo'n vrouw zit die steeds maar meer probeert om het leven voor te zetten. Dat vond ik er zo mooi aan. En dat, ik vind dat Saskia dat echt geweldig heeft gedaan. Ze is ook een hele goede actrice, maar die kan dat echt... Ja, die heeft me echt wel een paar keer goed te pakken gehad. Juist ook in die lichte momenten. Ja, waren het juist de lichte momenten die jou ook heel erg raakten? Ja, want daarna, ik zag ook het verdriet dat er eronder zat. En op de een of andere manier, het is heel gek, maar het is heel beeldend geschreven ook. Dus je gaat helemaal mee in al haar verhalen, al haar personages. Ze speelt meerdere personages ook, soms heel kort. Maar die zijn al zo typerend en grappig, je ziet het gewoon gelijk voor je. En dat brengt heel veel... lucht en vaart in zo'n voorstelling. En je weet natuurlijk, op een gegeven moment krijgt ze het telefoontje. Maar daar hebben ze een hele goede vondst voor gevonden, vind ik. Ja, dat vond ik ook. Inderdaad, ja, dat moet je maar gaan zien in de theaters, als je wil weten waar het over gaat. Ik vond het mooi wat je zei. Op het einde was het inderdaad echt nog even zo stil voordat dat applaus kwam. Waar denk je dat dat door komt? Ja, omdat je dan... Je weet dat er gaat komen, maar... Ja, dat is een soort van... In de voorstelling zit het verhaal dat Saskia vertelt... dat ze, dat verdriet eigenlijk, dat rouw is als een elastiek. Dat je vastzit en dat je opeens zo boenk naar achter wordt getrokken. En ik denk dat dat eigenlijk bij het einde ook gebeurt. Dus je voelt de hele tijd dat er gaat komen en dan ineens boenk, dan gaat hij naar achter. En dat is dat moment. Ja, en dan... Ja, ik denk dat niemand wist, moet ik nou klappen of... Is dit het juiste moment, of dames en heren? Ja, dat was het echt even. Maar is het voor jou nog, omdat je al die... Je hebt heel veel experts erover gesproken. Je hebt ook het boek gelezen natuurlijk. Was de voorstelling een beetje wat je ervan verwacht had? Ja. Ja, en ik denk nog meer eigenlijk. Omdat, zoals ik al zei, het vliegt echt voorbij. Het is een heel intens verhaal, maar het neemt je zo mee dat je het eigenlijk helemaal niet door... Voor mijn gevoel duurde het 3 kwartier. Maar... Geen idee hoe laat het nu is. Maar zo is eigenlijk... die voorstelling zit gewoon heel goed in elkaar. Dat eigenlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen dit moeten gaan zien. Ik sta hier met Soy Kroon. Je hebt net de voorstelling gezien. We komen er net uit. Hoe voel je je? Nou, ik heb nog steeds een beetje kippenvel. En dat meen ik oprecht. Het is zo prachtig. Het is zo'n mooi verhaal. Het is zo goed in het theater gebracht. De teksten zijn zo puur en zo echt... En zij speelt gewoon heel goed. En ik vind het eigenlijk heel fijn, want ik had het erover met mijn vriendinnetje. Van waarom is het dan in het begin eigenlijk zo luchtig nog? En ze hadden me best wel eerder mogen pakken. Maar dat was eigenlijk heel goed, want het was de hele tijd een soort luchtige opbouw naar het eind. Waardoor ik echt een soort klap in mijn gezicht kreeg. En ik, dan rolt er toch een traan over mijn wangen heen. Dan ben ik toch zo emotioneel dat ik dan,
dan raakte het me echt. Ja, ik vond het echt heel mooi. En die had je dan even niet meer zien aankomen of zo, na al die lichtheid? Nee, ik had het niet meer. Weet je wel, je weet dat het over een zwaar onderwerp gaat, maar dat het dan zo mooi gebracht wordt en luchtig, vergeet je eigenlijk waar het over gaat. Want op het eind, ja, zie je dat ineens voor je en denk je, auw, ja. Maar het bizarre is ook, ik heb ook voor mijn gevoel allemaal verschillende werelden gezien. Ik heb een bos gezien en ik heb een hond gezien en ik heb een begrafenis gezien. En ik heb alles voor me gezien in mijn eigen fantasie. En dat vind ik de kracht van theater, dat het zo... Het is maar één vrouw op het toneel natuurlijk. Precies, en met één vrouw zo'n hele wereld creëren, ja, dat is de magie van theater. En dat is zo dik en dubbel geslaagd, ja. Dat ene moment waar jij toch een traan over je wang kreeg, weet je nog welk moment dat was? Nou ja, als de vraag komt, doet sneeuw pijn? En dat vraagt een klein kind aan een vrouw die een man verloren is. Ja, dan denk je ineens, dat is zo de luchtige realiteit van iemand die daar geen enkel idee bij heeft. En dat een vrouw daar dan echt over na gaat denken, ja, dat grijpt me gewoon meteen naar mijn keel. Dat vind ik gewoon, dat vind ik eigenlijk waar deze voorstelling letterlijk over gaat. De luchtigheid van een vraag, van zo'n zwaar onderwerp, ja, dat is gewoon prachtig. Nou, nu sta ik hier weer met Gonnie en Ingrid. Die sprak ik voor de voorstelling ook al eventjes. En dames, hoe was het? Ongelooflijk ontroerd. Fantastisch gespeeld. Echt. Nee, we zijn er ontroerd van. Ja, zeer. En zo herkenbaar. Dat is verdrietig en heel mooi. Maar ja, zoals het vertaald werd op het toneel. Het klopte voor ons. En ze deed het prachtig. Ze bracht de emotie over. Wat goed. Bedankt, ja, allebei. En fijne avond nog. Ik sta hier met Roos Slikke, een van de schrijvers van het stuk. Roos, wat vond je ervan? Ik ben heel opgelucht. Ik ben altijd heel opgelucht als een première achter de rug is, maar nu helemaal. Omdat ik het ook heel belangrijk vond dat er niet alleen maar gehuild zou worden, maar ook gelachen. En première publiek staat er een beetje onbekend dat ze niet zo gauw lachen. Omdat ze iets hebben van, nou, laat mij maar eens zien wat je gemaakt hebt. Zeker in Amsterdam, mensen. En er werd gelachen. En er werd ook gehuild. En daar ben ik heel blij mee. En er hing wel een soort, denk ik, voor mijn gevoel, een soort intensiteit in de zaal die ik heel fijn vond. Dus ik ben geloof ik wel blij, ja. Ja. Wij zaten een paar weken geleden nog samen te huilen in een repetitielokaaltje. Zeker, ja. Hoe was dat nu anders, de sfeer? Ja, ik hield het niet droog op het eind. Ik sprak Caroline net, die hield het ook niet droog op het eind. Maar mijn vader kwam net naar me toe en die begon nu te huilen. Dus nu na afloop was in de foyer. Ja, dus die liep helemaal leeg en die begon nu te huilen van, ik herken zoveel van toen mama, mijn moeder overleed. Dus ieder zijn eigen huilmoment, zou ik maar zeggen. Als het moet, hè. Maar ja. Maar ik heb het nog geen enkele keer droog gehouden. En dat is raar. En dat is niet omdat ik dan denk van, ik moet zo huilen om mijn eigen teksten. Maar het, ook hoe het gespeeld wordt, hoe opeens alles samenkomt, dat werkt wel, ja. En is er voor je gevoel de afgelopen weken nog veel veranderd? Ja, zeker. Ja, nee, we hebben tot het laatst toe geschaafd en gerommeld en volgordes veranderd. En ik zag ook in het spel, daar heb ik natuurlijk niet zoveel mee te maken, maar in het spel van Saskia ook nog dingen veranderd. Sommige dingen speelt ze nu bijvoorbeeld bozer in plaats van de verdrietiger. En dat wat goed werkt, want rouw is niet alleen maar verdriet, dat is ook boos en ook onredelijk. En daar komt steeds meer, er komt steeds een laagje extra menselijkheid bij. En in de zin dat mensen complex zijn. Niet alleen maar, iemand die rouwt is niet alleen maar verdrietig. Dus Saskia heeft daar nog steeds veel meer laagjes aan toegevoegd, wat ik ook heel erg graag wilde. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En dat proces, dat moet je ook niet stoppen. Daar moet je mee doorgaan nu. Dat wordt alleen maar rijker. Ja, dus dat eindigt niet hier met de première, maar dat wordt gewoon nog, ja, in alle voorstellingen weer nog beter. En een voorstelling is pas af als de allerlaatste gespeeld is. En dan weet je nog niet, want er kan een reprise komen. Het is nooit klaar. Top, dankjewel. Fijne avond. Ik sta hier met Thijs. En Thijs die is volgens mij nog nooit eerder naar een Solo Stories voorstelling geweest. Wat vond je ervan? Ik vond het zelf een heel gaaf en bijzonder stuk. Ik
vind het best wel moeilijk, want ik heb zelf geen overleden man. Maar toch dat je zo wordt meegenomen in het hele verhaal. En het is heel aannemelijk gemaakt wat voor fases zij allemaal doorgaat. Dus ik vond dat echt heel bijzonder. En ik vond de ensenering ook heel mooi. Eigenlijk heel met de lichten en hoe alles op het podium stond. Ja, ik vond het eigenlijk heel mooi opgebouwd. Ja. Had je verwachtingen van tevoren? Nee, ik ken Saskia wel van de vloer op. En ik vind haar daar altijd heel goed spelen. Maar zo, wat zal het zijn, 1,5 uur naar haar alleen kijken. Dit is toch een heel andere belevenis. En ook wel ontzettend knap dat ze dat kan. Ja. Top, dankjewel. Fijne avond. Loek, hoe was het voor jou? 2 seizoenen geleden heb jij Ma gespeeld. Ja. Hoe was het om nu iemand anders daar te zien staan? Ja, dat is een goede vraag. Gek en vertrouwd. Ik, in het begin ga je toch meteen denken, daar stond ik ook toen. Oh, verschrikkelijk. Oh, de hel. En tegelijkertijd kreeg ik meteen ook zin om over een paar maanden of over een paar weken te gaan kijken. Nog een keer. Omdat ik gewoon zo goed weet dat als je in je eentje op het toneel staat, dat je nog allemaal ruimtes en overgangen en hier maak ik dit belangrijk en daar ga ik dat belangrijk. En als je dan ingespeeld bent, ja, dan wordt het alleen maar leuker en lekkerder om naar te kijken. Dus het was gek, maar tegelijkertijd kreeg ik dus ook meteen zin om over een paar weken weer te komen. Had je het idee dat er bij jou ook nog een hele hoop veranderde? Ja, zeker. Ja, nee, er veranderde nog heel veel. Want in het begin ben je gewoon ook nog bezig met, dan moet ik nu naar die overgang en dan moet ik dat maken. En dan ga je technisch als acteur, ga je op een gegeven moment, neem je voor een overgang veel meer tijd. Of je schakelt veel sneller op andere momenten. En dat kun je ook per avond veranderen, want je doet het toch lekker in je eentje. Dus dat is wel, er verandert een hoop, ja. En je zei op het begin ook, de hel. Je snapt helemaal hoe ze daar staat. Waarom was het een hel ook soms? Ik kan het me helemaal voorstellen, hoor. Maar nou ja, je staat er in je eentje. Dus ik heb altijd in elke voorstelling die ik in mijn leven gedaan heb, wel eens een keer een blackout gehad. Dus dan was er altijd wel een collega die dacht, ik help Loek er wel doorheen. Als je daar dus in je eentje staat, is die collega er niet. En ja, dat vond ik echt wel, dat is ook eng. En heb je die blackout gehad ook? Zeker wel, ja. Ik weet niet meer waar, maar ik weet wel dat ik hem gehad heb en dat ik inderdaad gewoon dan maar nog een rondje liep en nog een langere pauze en nog een rondje liep. En ja, en dat ik wist dat op dat moment de technicus Martijn, dat hij gewoon alleen maar dacht, ja, dit gaat lekker. Omdat hij natuurlijk precies weet wat ik wel had moeten zeggen. Dat hij ook achteraf zei, ja, nee, je had dat en dat die zin. Oh ja, dat is waar, die van had ik. Ja. En nog over vanavond, ja, hoe waren er momenten die jou heel erg bij zijn gebleven nu? Ja, het zijn heel veel momenten. Maar het zijn elke keer die kleine momentjes waardoor je zelf de ruimte krijgt om ook te gaan nadenken, wat zou ik in deze situatie doen? En ik heb zelf 2 jonge kinderen. Dus ja, er zijn zoveel kleine momentjes waarvan je denkt, ook dat nog, ja. Oh ja, ook dit. Oh, kak, ook dat. Dat hobbelt bij zo'n begrafenis. Dat iedereen zo goed bedoeld met je is en je moet van alles. En dat ze dan op een gegeven moment zegt, ik moet naar de wc, ik moet vrolijk lachen, ik moet zielig kijken, ik moet begaanbaar zijn, ik moet dat doen. Ik moet gewoon naar de wc. Weet je wel, dat ding dat ik dacht, je moet van iedereen van alles. Dit soort vragen de hele tijd in jezelf, hoe zou ik hier zelf mee omgaan, dat vind ik super knap en mooi aan de voorstelling, want het wordt niet door je strot geramd. Maar het geeft je de ruimte om elke keer die vragen bij jezelf te stellen. Nou, jij gaat dus misschien nog een keer kijken binnenkort. Ik ga zeker nog een keer kijken. Eva Hoeken, goede vriendin en ook collega van Carolien. Hoe heb jij het ervaren, de voorstelling? Het is heel vreemd, omdat ik natuurlijk net de voorstelling uitkom gerold. En ik moest vreselijk huilen toen ik Carolien aan het eind op het podium zag staan. Omdat je... omdat ik natuurlijk ik ben bij het hele verhaal geweest. Ik weet wat er is gebeurd. Wij spreken elkaar. We hebben haar Lucie is 7 weken jonger dan mijn Lucie.
Dus wij trekken altijd met elkaar op, omdat, nou ja, goed, onze levenspaden lopen wat dat betreft min of meer synchroon. Dus wij zien elkaar heel intensief en ik weet dus alles wat er is gebeurd. En toch was het niet meer zo intens zoals vanavond. Ik heb natuurlijk destijds een boek gelezen en ik spreek er regelmatig, maar je hebt het nooit meer zo intens altijd maar over Jean. Dat is gewoon niet zo. En als je het dan nu weer zo achter elkaar ziet, min of meer chronologisch, of in ieder geval de belangrijkste momenten, ja, dan sta je er weer even bij stil met wat voor tijd zij achter de rug heeft gehad en waar ze nog steeds in zit. En dat grijpt toch enorm aan. En zeker als ik haar dan zo met betraande ogen op het podium zie daarna. Zo, ik moest huilen in één keer. Godverdomme, joh. Ja, die zag ik helemaal niet aankomen. Want ik heb ook echt wel gelachen tijdens de voorstelling. En ik was natuurlijk wel geraakt. Maar nou ja, wat ik zei. Je bent ook echt bezig om poppetjes te plaatsen. Hè? Als het over die dates gaat, dan denk ik van, oh ja, wie was dat ook alweer? Of wie ging dat ook alweer? Want dat weet ik nog. Of toen met, inderdaad, toen Lucky ziek was. Hè? Je weet, als je net moeder wordt, heb je natuurlijk geen idee waar je mee bezig bent. En Lucie was toen voor de eerste keer ziek. En dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt met Lucia. Alleen ik had inderdaad mijn Marcel. Met wie je dan de hele avond zit te praktiseren. Van wat gaan we doen en wat moeten we doen. En nou ja, je moet helemaal niks doen. Maar zij had dat niet. En al die momenten waren zo heftig. En nu krijg je dat eigenlijk weer in sneltreinvaart gepresenteerd. Ja, het is heel indrukwekkend op die manier. Ja. Want waren er dan nog nieuwe momenten voor jou bij? Of is het vooral dat je ze weer even allemaal achter elkaar ziet? Ja, het is niet nieuw, inderdaad. Want daarvoor ben ik te dichtbij. Nou ja, wat ik zei, we zien elkaar eigenlijk bijna elke week. En je maakt, en tussendoor bellen we ook nog. Dus ik heb weinig gemist, denk ik. Althans, niet iets wat hier dan ter berde is gebracht. Nou ja, wat bijvoorbeeld dan vreemd is, is die voicemail van Jean die er dan in zit. Ja, dat is natuurlijk niet Jean's stem. En daardoor denk ik meteen van, hè? Maar dat is Jean niet. Alleen een ander, gewoon iemand die straks in het publiek zit, die zal dat allemaal niet hebben, die vervreemdende ervaring daardoor bijna. Daardoor ben je er juist even uit dan natuurlijk. Ja precies. Maar ik ben natuurlijk niet een gewone kijker of toeschouwer, moet ik zeggen. Ja, nee, dus voor mij dat zijn dat momenten. Nou ja, en inderdaad, dat je dus voortdurend bezig bent van, oh, dat, daarin herken ik buurman Cor. Dat is inderdaad, oh ja, dat was toen in het park met die hondenman of die hondenvrouw of met die ja, je herkent gewoon heel veel, maar dat zullen anderen geen last van hebben. Dus ze zullen veel meer misschien het stuk op waarde kunnen schatten, misschien nog wel beter dan ik. Ja, voor jou is het natuurlijk minder een toneelstuk, maar gewoon het verhaal van jouw vriendin. Ja, ja, hij was steengoed gedaan door de Saskia. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n enorme theaterganger. Ook door die kinderen, die rotkinderen zou ik bijna willen zeggen. Nee hoor, nee, maar goed. Maar ik vond haar steengoed. Ik zag wel echt een aantal keer dat ik dacht, oh ja, dat is Caroline. Dat is Caroline. En net als het te bijna popiopie werd, hè, dat ze te veel relativeert, dan was het ook weer, dan kreeg het ook weer die lading die het verhaal verdient. Want het is natuurlijk een verhaal om te janken, uiteindelijk. Hoe grappig en hoe geestig zij daar ook mee omgaat. Dankjewel. Er zitten hier twee dames nog even gezellig na te kletsen. Vertel, wie zijn jullie? Ik ben Naima Najib. En ik ben Nadia Najib. Vertel, hoe zijn jullie hier bij deze voorstelling terechtgekomen? Nou, we waren van de week aan het appen van, hey, zullen we binnenkort weer even een gezellig avondje ergens naartoe? En toen kwam jij eigenlijk met deze voorstelling. Waar had jij dat gezien dan? Nou ja, ik werk als uitvaartverzorger. Dus dit soort dingen spreekt mij enorm aan. Dus ik had dit al voorbij zien komen. En toen appte mijn zus inderdaad van, goh, wat zullen we iets leuks gaan doen? Toen dacht ik, nou ja, op zich, theater vinden we altijd heel erg fijn om samen te doen. Dus waren er voor vanavond nog kaartjes vrij en zijn we hier naartoe gegaan. En als uitvaartverzorger, zijn er veel dingen die je herkent? Nou ja, eigenlijk maak ik natuurlijk het stukje mee van de uitvaart. En dan daarna dan stopt het. Maar daarvoor vond ik het juist wel heel interessant. Nou ja, ook wel omdat mijn zusje en ik hebben samen een ander zusje verloren.
Dus het stukje van rouw, dat kennen we alle twee wel. En dat was heel herkenbaar. Ja. Maar in mijn werk als uitvaartverzorger vond ik het echt heel realistisch hoe ze dan de tijd daarna laat zien, na die uitvaart. Maar ook wel weer heel tof om te zien hoe ze de uitvaart heeft beleefd. Dat je ook dat ze dan buiten de speech ging en weer terug. En, nee, dat deed ze heel goed. Ja, wat vonden jullie verder van de voorstelling? Ik vond het heel goed gespeeld. Ze is heel natuurlijk in haar emoties. Ineens om iets moeten lachen. Of ineens heel erg om iets moeten huilen. En zeg maar dat er andere persoonlijkheden, zeg maar een buurjongen was er dan. En dan was die er weer, die er weer. Dat je dat als, dat werd je heel makkelijk meegenomen als kijker. Van dat er dus andere characters waren, zeg maar. Dat vond ik wel heel fijn om naar te kijken. En het was een heel natuurlijk spel, vond ik, van haar. En heel knap dat je zo'n show helemaal in je eentje draagt. Echt heel knap. Ja, want zijn er momenten geweest in de voorstelling die jullie extra raakten? Ja, genoeg. Het is echt lang geleden dat ik zo vaak werd geraakt in één voorstelling met maar één iemand op het toneel. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Het werd echt meerdere malen dat ik, dat je denkt, wauw, echt fantastisch. Ja, ik vond het moment, wat ik ook tegen jou zei, dat ze dan op de, dan is de begrafenis en ze stapt met haar schoenen in iets en echt zo, oh. Want al je emoties vliegen alle kanten. Of dat ze daar heel hard om moet lachen. En daarna heel hard eigenlijk moet huilen. En dan komt eindelijk het verdriet eruit. Dat ik wel echt dacht, oh ja, dat is zo soort van herkenbaar. Dat inderdaad, dat je van lachen naar huilen. Het ligt eigenlijk ook heel dicht bij elkaar. Voor jullie een geslaagde avond dus. Zeker. Ja, boven verwachting. Lisse, wat vond je ervan? Ik vond het heel erg mooi. Ja, ik vond het echt heel mooi. Ik vond het heel schoon en licht. Ik heb echt gelachen en ik heb ook een beetje gehuild. En het was heel natuurlijk en ik ging er helemaal in mee. Dat vond ik heel fijn. En wat waren stukken die je het meest zijn bijgebleven? Dat weet ik denk ik nog. Dat kan ik zo snel denk ik nog niet zeggen. Maar ik vond wel de momenten dat ze even helemaal in die lichtheid ging. En even dat er een beetje zo'n puber naar boven kwam. Dat vond ik heel lekker. En de momenten dat ze gewoon net eventjes een beetje brak. Je ging zo mee dat je dan precies hetzelfde even mee voelde of zo. Dat vond ik heel fijn eraan. Op wat voor manier was het anders dan Emma wil leven? Ik denk dat het iets lichter was. En wat dat betreft meer rust in zich had of zo. Ik denk dat Emma wat... toch een soort heel pijnlijk onderwerp. Dat heeft dit natuurlijk ook, maar hier ging het ook zo over liefde. Dus ik voelde zeg maar ook, omdat dan mijn verkering naast me zit, weet je wel. En dan voel je ook gewoon de mooieheid ervan. En denk je, oh ja, oh, dat kan, het is zo mooi of zo. En die was bij Emma denk ik net iets meer en minder. Dat was net iets schurender of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik weet niet goed, nog hoe ik het uit moet leggen, maar... Wat was voor jou dan deze voorstelling? Ging die meer over liefde of meer over rouw? Ja, uiteindelijk denk ik toch meer over liefde. Ook omdat ze eindigde met die dankbaarheid en dat ze het voelde of zo. Dat ik dacht, oh ja, het gaat wel over afscheid, maar het gaat vooral ook over vieren wat je dus hebt gehad of zo. Dat vond ik heel mooi daaraan. En dat had Emma gewoon eigenlijk bijna niet. Ook omdat ze natuurlijk veel korter leefde. Maar gewoon omdat het veel meer over die ziekte zelf ging. Dus hier was wel echt een soort... Ik voelde ook wel echt geluk of zo. Met haar mee. En zijn er nog dingen aan dat rouwproces die je verbaasde? Of die je hiervan hebt geleerd? Nou, wat ik wel heel mooi daaraan vond, is dat je bij haar... Je ziet, er gebeurt dus veel meer in iemand dan wat je van de buitenkant ziet. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ik herken ook wel een beetje met schaamte dat ik dan ook tegen iemand inderdaad zeg van... Oh, je komt er wel overheen of alles komt goed. Of dat ik zelf soms ook ontzettend zit te zeiken, terwijl er gewoon iemand naast me staat die heel veel heeft meegemaakt, weet je wel. Dus dat vond ik wel grappig, dat contrast eraan of zo. Maar inderdaad, dat er gewoon in iemand gaat van binnen gewoon zo ontzettend kapot. En ja, die kant laat iemand natuurlijk niet aan jou zien als je niet daar gewoon met je neus bovenop staat of zo. Dus het relativeert ook weer even. Ja. Ja, en het geeft je natuurlijk een kijkje even in haar. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat het voor mensen die dit hebben meegemaakt heel
fijn is dat iemand dat soort dingen ook even benoemt. En dat je er zelf even niet dat allemaal hoeft uit te leggen, maar dat je ook kan zien van kijk, ja, dit maak ik dus mee of zo. Dat vind ik heel mooi eraan. Ja, dat is wel een goeie, dat eigenlijk iedereen die iemand heeft verloren, of juist als je iemand in je omgeving heeft, daarvoor is het ook heel goed om te zien wat zo iemand dan dus meemaakt. Ja, zeker. En ook dat je dus niet gek bent als je dat allemaal denkt. En als je naar iemands voicemail aan het bellen bent, of dat je tegen een wildvreemde in je hart lucht. Dat dus niet, je bent gewoon niet gek. Want het wordt hier ook gedaan. Precies, alles mag, alles kan in zo'n proces. Oké, nou heel erg bedankt en een fijne avond nog. Benno, regisseur, ben je blij? Ik ben heel blij. Je hebt van die avonden dat dingen spannend zijn en dat een kwartje naar links of naar rechts kan vallen. En dat je denkt, als het naar links valt, dan hebben we wat we gewoon al een tijdje in de try-outs hebben. Maar als het naar rechts valt, dan overstijgt het zichzelf opeens door de spanning, door het publiek, door al dat soort dingen. En dat is echt gebeurd vanavond. Dus ik heb het idee dat de zaal het heel mooi vond, maar jij hebt meer mensen gesproken dan ik. En ik vind dat Sas het beste ever was. Die heeft het echt super goed gedaan. Die heeft de balans tussen drama en lichtheid en grappig en zwaar. Die heeft ze allemaal heel mooi gevonden vanavond. Dus nou ja, ik kan niet anders dan blij zijn. En hoe vond je de sfeer in de zaal? Ja, die was heel fijn. En dat merkte je eigenlijk meteen al. Bij de eerste grap werd ook meteen gepakt. En dat denk je, oh gelukkig, ze snappen dan de code. Dat er ook gelachen mag worden. En dan hoeft Sas niet zo tegen het drama van de voorstelling te vechten. Dus dat is, nou, ik ben gewoon heel blij. Dat is goed. En ja, wat je zegt, het had de ene kant op kunnen vallen en de andere kant op kunnen vallen. Ja, was je nog een beetje zenuwachtig van tevoren? Ja, best wel. Omdat het is uiteindelijk best een ingewikkeld proces geweest. We hebben nog veel aan de tekst gedaan. Sas en ik hebben gezocht naar de juiste toon van de voorstelling. En dat werd iedere keer wel beter. Maar je wil dan dat die laatste stappen gewoon ook nog gezet worden. In plaats van dat het dan in mijn ogen op 90% blijft hangen, zeg maar. En dat is echt super fijn als dan de magie van zo'n avond net die laatste 10% bijduwt. Zijn er dan nog bepaalde momenten waarbij jij opeens merkt of dat je op een andere manier wordt geraakt? Of... Nee, ik kijk echt naar iedere voetstap die zij zet. Ik weet precies waar ze heen gaat. Er ging tijdens de voorstelling een lampje kapot. Daar ga ik, word ik helemaal gek. Dan denk ik, oh, daar gaat een lampje kapot. Heb ik helemaal niet gezien. Dat is heel goed. Maar dus allemaal van dat soort kleine dingetjes. Ik zeg wel eens, dat is niet helemaal waar, maar ik zit in de zaal en dan werk ik voor de acteur, maar ook voor de technicus, ook voor de lichtontwerper, ook voor de geluidsontwerper. Dus ik ben echt voor 6 mensen aan het werken. Dus ik zweet me ook altijd helemaal het ongeluk, omdat ik gewoon... Ik ruik het. Ja, goed zo. Maar naar dat einde toe moet werken, dus ik heb helemaal geen tijd om te ontspannen. Dat is echt eigenlijk gewoon 1,5 uur je adem inhouden en dan iedere keer denken, oké, die horde hebben we gepakt, mooi. En oké, die hebben we ook weer gepakt, yes! En zo... Dus elke millimeter weet jij hoe het moet gaan en hoe het kan gaan. Ja. Okay. Ja, en hoe ik wil dat het gaat. Ja. Maar nu ben je een beetje ontspannen? Ja, heel erg. En ik merk ook meteen hoe moe ik ben. Dus ik heb nu 1 glaasje wijn gedronken. En ik denk ook meteen, oh, ik moet heel snel naar bed. Nee, maar ik ben echt heel blij en heel opgelucht. En wat verwacht je nog voor de komende tijd? De voorstelling, ja, we beginnen nu pas natuurlijk. Ja, en nu wordt het nu komt het leuke deel. Want dit is, we hebben het super fijn afgesloten, het maakproces met vanavond. En nu kan Sas dit feestje, tussen aanhalingstekens, want het blijven natuurlijk wel gewoon verdrietige onderwerpen. Maar kan ze dit gewoon nu het land in gaan brengen? En ja, nou, dat is gewoon, dat is echt fijn. Vooral voor haar ook. Hallo Saskia, hoe gaat het met je? Nou, nu heel goed. Ik ben ontzettend opgelucht en heel erg blij dat het even erop zit. Dat het ei gelegd is. Want het was echt een enorm proces. Waar ik ook geconfronteerd werd met een soort bangigheid op een gegeven moment. Met, oh, ken ik de tekst wel? En gaat het allemaal wel? En gisteren dacht ik, en nou is het klaar. Nou zet ik het om, de knop. Want ik doe dit al een tijdje. Dus nou is het gewoon vlammen en genieten van wat het is. En dat lukte. Dus dat is dan zo fijn. Precies, daar was ik naar benieuwd naar. Is het gelukt voor je gevoel? Ja, ja. Ja, hij zal zeker nog heel erg groeien in de komende tijd. Maar in ieder geval wat we wilden, dat stond er. En ik vond het heerlijk dat er ook gegniffeld werd in de zaal. En dat gaf mij enorm vleugels. Nou ja, en dat veel mensen nu toch ook ontroerd waren en geraakt zijn. Dat is gewoon hartstikke fijn. En wat krijg je mee tijdens het spelen van de sfeer in de zaal? Veel. Bij deze zaal veel.
Dus dat is je tegenspeler. En als dat lukt, dat is dan heel erg fijn. Want dan krijg je energie doordat het rondgaat. En soms moet je dat nog vinden. Word je daardoor onzeker. Ik ben echt ontzettend opgelucht. Benno en ik hebben zo hard gewerkt. Dan is dit wel even verdiend. Ja, ook even. Echt even gewoon. Ik heb net een pilsje gedronken. En ik heb de hand van mijn dochter vast. Ja, die zegt, wie staat er naast je? Ja, dat is Ava. Die is 9 jaar. En die mocht lekker vandaag mee. Die mocht gewoon de hele avond het mee vieren. En hoe vond je dat je moeder het deed? Nou, ik vond dat het heel goed deed. In het begin had ik het gevoel alsof de tekst een beetje nog een beetje aan het trucken was. Maar voor de rest ging het heel goed. Ja, Ava heeft mij geholpen met tekst leren. Die was gewoon een super goede juf. Die heeft mij echt geholpen een paar keer met stukjes. En één keer het hele stuk heeft ze met het script voor de neus heeft ze dat gedaan. Dus ze is heel betrokken geweest. En wat fijn. Moet je vertellen, je hebt ook nog een zinnetje. Ja, één zinnetje bedacht. Welke? Vertel. Nou ja, zeg maar, ik had gezegd, ze zocht naar een zinnetje. En dacht, hier moet nog wat tussen. En toen zei ik, misschien, het lijkt wel een nachtmerrie. En toen hebben ze die uiteindelijk gebruikt. Kijk, jonge toneelschrijfster. Ja, precies. Bij de wc was dat. En toen zeiden we, er moet eigenlijk gewoon wat meer tekst, zodat ik wel even dat kan doen. Was het voor jou eigenlijk ook voor het eerst dat je alleen op het podium stond? Ja, ik heb ooit op de toneelschool een solo gedaan in het derde jaar van een half uur. Maar dit heb ik nog nooit gedaan. Nee. En wel goed bevallen dan uiteindelijk? Ja, ik vond het wel op een gegeven moment, dus zo voor de try-out, wat ik net zei, vond ik het echt spannend. Ik helemaal in mijn uppie. Niemand waar je een beetje aan op kan trekken. Waar je inderdaad een soort energie mee krijgt. Maar het is ook geweldig natuurlijk. Het is zo'n kans om dat te doen. En Benno is er tot nu toe altijd bij geweest. Dus we hebben het heel erg met z'n tweeën gedaan. Ja. Heel erg bedankt. Ga er lekker van nagenieten. Heb je zin om nu lekker de tour in te gaan? Ja, heel veel zin. Ja. Ja, er is nog zoveel te ontdekken, voel je. Er is nog zoveel waar ik nog niet eens aangekomen ben in creativiteit of vrijheid. Dat gaat nu komen. Daar verheug ik me enorm op gedaan. Ja. Nou, super. Heel veel plezier nog aankomende tijd. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Abonneer je dan even op dit kanaal. En dat kan natuurlijk ook via Facebook, daar kan je ons volgen. Of je kan ons volgen op Instagram. Nou, je kan ons overal volgen. En zeker ook op www.solostories.nl. Want vanaf nu zijn wij meer dan 80 keer door het hele land te zien. Dus ook bij jou in de buurt. En inmiddels zijn recensies binnen. Die zijn ook hartstikke goed. Dus er is geen enkele reden meer om niet naar onze voorstelling te komen kijken. Tot de volgende keer. Ciao!